Hey guys! Vandaag wil ik het met jullie hebben in een video over zenuwen en hoe je zenuwen onder bedwang kan houden. Ik weet niet waarom, maar ik heb zeg maar elke keer als ik zenuwen zeg, zie ik zo voor zenuwen. Why? Anyway, ik heb mijn hele leven lang al last van best wel erge zenuwen. En nou, eigenlijk mijn hele leven lang, maar vanaf ik een beetje de puberteit inging. Er is iets wat er met mijn lichaam gebeurt als ik zenuwachtig ben, wat ervoor zorgt dat ik nog zenuwachtiger word. En ik ben überhaupt heel makkelijk zenuwachtig te krijgen, want ik ben in situaties waarin er iets mis zou kunnen gaan, ben ik nogal een doemdenker. Dan vertrouw ik echt helemaal niet meer op mezelf en dan denk ik, oké. Nou ja, dit gaat gewoon niks worden. Alles gaat fout. Het gaat niet lukken vandaag. Terwijl die dingen in heel veel gevallen gewoon wel lukken. Doordat ik zo zenuwachtig word, word ik vaak misselijk. Ga ik echt oncontroleerbaar trillen. Er zijn zelfs dagen geweest dat ik heb overgegeven van de zenuwen. En dat alles zorgt ervoor dat ik dus bijna zenuwachtig ben om zenuwachtig te worden. Inmiddels is het wel minder geworden hoe zenuwachtig ik kan worden voor situaties, maar het is er nog steeds. En daarom dacht ik, als ik hier last van heb, dan zijn er vanzelfsprekend ook andere mensen die hier last van hebben. En daarom dacht ik, ik ga een video maken met mijn tips tegen zenuwen. Wat mij kan helpen als ik beter wil presteren, ondanks dat ik zenuwachtig ben. En dan hoop ik dat er een aantal zijn van jullie die ik hiermee kan helpen. Tip 1. Mijn vingertoppen zijn rood, omdat mijn haar vandaag is geverfd en ik iets heb weggeveegd. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om goed te blijven ademen. Want ik ben sowieso slecht in ademen. Ik heb een hele slechte ademhaling en ik neig soms naar hyperventilatie. Maar het is dus heel erg belangrijk dat je goed blijft ademen. Want als je niet goed ademt, dan kan je daar ook misselijk en duizelig van worden. En dat moeten we niet hebben. Wat ik probeer in situaties dat ik wil ontspannen, is dit. Ik adem in door mijn neus, zodat mijn buik helemaal vol loopt met lucht. Niet je borst, maar je buik. Dus als je inademt, moet je ook maar je buik voelen. Die moet helemaal bol worden als je inademt. Je zorgt er dus eerst voor dat je buik helemaal bol wordt. En dan laat ik ook nog mijn borst vol lopen met lucht. Dus ik doe dit. En dan hou ik die lucht, hou ik iets van 5 seconden vast. Of meer als het lukt. Dus ik doe dit. En dan blaas ik alles uit. Dit is iets wat ik heb geleerd bij meditatie, bij yoga. En het gaat veel langzamer dan de normale ademhaling die je waarschijnlijk gewend bent. Maar je zal zien dat als je dat probeert aan te houden, dat je lichaam ontspant. En doordat je je richt op de ademhaling, ben je ook even met je gedachten niet bij hetgeen waar je zenuwachtig voor bent. Tip 2. Bereid je goed voor. Wat je dan ook gaat doen als je nou zenuwachtig bent voor een presentatie, voor een spreekbeurt, voor een toets die je moet maken. In mijn geval dat ik moet zingen of dat je moet spreken ergens. Bereid je goed voor, want als je je goed voorbereidt, wat kan er dan nog misgaan? Natuurlijk kan er altijd wat misgaan, maar ik weet zeker dat je minder zenuwachtig bent op het moment dat jij het gevoel hebt dat je alles op een rijtje hebt, dat je geen fouten kan maken omdat het zo goed in je hoofd zit. Oefen het zo vaak dat je zo zeker van jezelf wordt dat je denkt, oké, over een jaar kan ik dit nog precies zo vertellen. Tip 3. Bedenk je, hoe erg kan het zijn? Hoe erg kan het zijn als je een foutje maakt of als je door de zenuwen misschien iets verkeerd doet. Waar ik nu vaak nog het meest zenuwachtig voor ben, is dus zingen. En zingen is best wel een moeilijk iets, want je oefent je beroep eigenlijk uit met je lichaam. En aangezien je bij zenuwen ook je lichaam vaak niet meer onder controle hebt, is het dus best wel mogelijk dat je door de zenuwen een foutje maakt in je zang. En dat is best onhandig, want dat wil je natuurlijk niet doen. Maar ik probeer altijd te denken, oké, wat is het ergste wat kan gebeuren? Als ik nu hier op de radio een noot verkeerd zing, betekent dat dan dat mijn complete carrière voorbij is? Nee. Als jij bij een sollicitatiegesprek een foutje maakt en daardoor de baan niet krijgt, is dan je complete leven voorbij omdat je die baan niet hebt? Nee. Als jij een spreekbeurt hebt en je struikelt over je woorden en het loopt allemaal niet zo lekker, gaat iedereen je dan voor de rest van je leven uitlachen? Nee. Probeer de situatie even in perspectief te brengen. Probeer te relativeren. Hoe erg is het als er wat misgaat? En dat is natuurlijk op dit moment makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je iets gaat doen, dan wil je gewoon dat je het goed doet. Maar toch kan het bij mij nog wel eens helpen. Tip 4. Trek iets aan waar jij je lekker in voelt. En dat kan iets zijn wat heel erg lekker zit, of waar jij je mooi en goed in voelt. Maar stel dat je een jurkje hebt gekocht wat je echt super mooi vindt, maar hij zit niet lekker, hij zit beknellend, hij zit strak. Je voelt je er nog niet helemaal zeker in, maar je weet dat anderen het wel mooi gaan vinden. Trek het dan niet aan. In een zenuwachtige situatie moet je iets aan hebben waar je goed in kan ademen. Waarin jij denkt, als ik er zo uitzie, zie ik er gewoon prima uit.
Ik ben gewoon een mooi iemand. En ja, dat mag je best zeggen van jezelf. Maar don't overdo it. Dus ik heb soms jurkjes die ik fantastisch vind. Die ik aantrek naar een heel mooi feestje. Maar die zou ik niet aantrekken naar een situatie waarbij ik zenuwachtig ga worden. Want ik ga er snel in zweten, bijvoorbeeld. Of ik moet de hele tijd mijn buik inhouden. Omdat je anders mijn buik in het jurkje ziet. Snap je? Snap je het verschil tussen kleding die, waarin je mooi voelt, maar wel casual zijn. En waarin je goed voelt. En kleding waarin je mooi voelt, maar je wel een beetje extra moeite moet doen. Yep. Tip 5. Probeer te eten. Ik denk dus dat een heel groot deel van mijn probleem komt doordat ik zenuwachtig word van de zenuwen en dat ik daardoor niet ga eten. Als je namelijk niet gaat eten, dan ga je op een gegeven moment ook hoofdpijn krijgen en misselijk worden omdat je flauw wordt. Als je dan ook al misselijk bent van de zenuwen en dan ook nog misselijk wordt doordat je niet hebt gegeten, dan ben je extra misselijk. En dan ga je er ook niet beter op voelen. Als ik zenuwachtig ben, dan kan ik echt bijna niet eten. Ik krijg geen hap door mijn keel. Maar ik probeer het tegenwoordig altijd wel. Want op het moment dat je wel iets binnen hebt, dan voel je je toch iets sterker, iets fitter, iets minder flauw. En je lichaam heeft gewoon eten nodig. Dus eet, alsjeblieft. Nummer 6. Misschien werkt het voor jou wel om een muziekje op te zetten waar je rustig van wordt. Of een muziekje waar je heel erg blij van wordt. Misschien heb je wel een nummer waar je hele goede herinneringen aan hebt. Misschien heb je wel een liedje wat je altijd opzet als je gaat slapen. Niet dat je in slaap moet vallen, maar dan is het in ieder geval een nummer waar je goed bij kan ontspannen. Ik hou persoonlijk heel erg van rustige pianomuziek. Ik zal in de beschrijving een Spotify playlist neerzetten waar je naar kan luisteren. Met allemaal super relaxte, rustige pianomuziekjes. Als ik daarnaar luister en ik doe mijn ogen even dicht, dan ontspan ik echt enorm. En dan tip 7. Als je bij al deze tips denkt, ja leuk, maar ze gaan toch niet voor me helpen, dan kan je altijd nog proberen om een kalmerend middel te slikken. Ik zou bij normale zenuwen niet gelijk aanraden om naar de dokter te gaan. Want ja, de kalmerende middelen die je krijgt zijn nou eenmaal zwaar voor je lichaam. En ik denk dat ze niet voor iedereen nodig zijn. Maar je kan in de drogisterij ook al hele goede kalmerende middelen vinden. Dat klinkt heel heftig, een kalmerend middel. Maar in feite zit er gewoon een natuurlijke stof in, namelijk valeriaan, die je ontspant en die je lichaam tot rust brengt. Dit is Valisper. En Valisper is op heel erg veel momenten in mijn leven mijn allerbeste vriend geweest. Ik heb het niet in huis, maar aan de andere kant hier zie je ook Bach Remedie. Bach was mijn allerbeste vriend tijdens mijn HAVO-examen. Niet mijn eerste waar ik voor zakte, maar mijn tweede die ik heb gehaald. Bach is vooral fijn omdat je het in een flesje water kan doen en dan gewoon de hele tijd een beetje kan drinken. Valisper, dat zijn pilletjes, die neem je in met water, dus moet je wel doorslikken. Ik heb niet per se een favoriet, maar ik vind pillen gewoon iets makkelijker dan zo'n flesje met druppels. Het zijn zulke pilletjes, je hebt allemaal verschillende varianten. Je hebt bij nervositeit, maar je hebt ook gewoon als je heel slecht kan slapen. En dit is dus allebei gewoon te koop bij een drogisterij, dus met Kruidvat, Ethos. Waar je maar wil. Maar ik zou wel aanraden om eerst al die andere tips te proberen. Want op een gegeven moment was er een periode dat ik zo zenuwachtig was voor een heleboel dingen in mijn leven, dat ik bijna dagelijks aan de valeriaan zat. En dat is ook weer niet leuk. Je wil niet afhankelijk worden van zo'n pilletje. Het is gewoon beter als je het zelf op eigen kracht onder controle kan houden. En dan waren dat mijn tips tegen zenuwachtig zijn. Ik hoop dat jullie het niet per se leuk misschien, maar wel handig vonden. Deel vooral je tips en ervaringen als je iemand bent die ook snel zenuwachtig wordt. En misschien kunnen we elkaar dan een beetje helpen in de comments. Ik hoop dat jullie deze video's ook leuk vinden tussen al mijn wat lichtere onderwerpen van video's waar je niet echt over na hoeft te denken. Ik ben in ieder geval heel erg blij als andere YouTubers dit soort video's maken. Want ik denk dat je er heel veel aan kan hebben. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg veel hartjes. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Ik was een keer in de winkel en toen had ik zo'n eyeliner gezien. Of een mascara. En die trilde. Dat is echt. En die was echt 60 euro of zo. Nee, maar. Oké, kijk.